Goedenavond. Het aantal verkeersdoden is nergens zo groot als in onze provincie. En vooral fietsers zijn het slachtoffer. Vorig jaar verongelukten nergens meer mensen in het verkeer dan in Gelderland. Zo bleek uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. In heel het land verongelukten 582 mensen. Daarvan kwamen er 94 uit onze provincie. Een jaar eerder waren dat er nog 85. Ruim de helft van de fatale ongevallen gebeurde door een botsing met een rijdend voertuig. De andere verkeersdoden zijn omgekomen door een eenzijdig verkeersongeval. Wat daarbij verder nog opvalt is dat ruim een kwart van de Gelderse verkeersdoden 80 jaar of ouder is. En dat de meeste verkeersslachtoffers fietsers zijn. Ja, hoe krijgen we het aantal verkeersdoden omlaag? Ik praat erover met Mark Smits. Hij heeft als statenlid portefeuille fietsbeleid onder zich. En met neuroloog Meerte Bos. Zij verloor haar moeder bij een verkeersongeval. En pleit sindsdien voor het dragen van een fietshelm. Ook aan tafel Sebastiaan Torenhof. Je schreef dit boek over jouw tijd in de gevangenis. Daar gaan we het straks over hebben. Welkom alle drie. Ja, Mark, we hoorden het net al even in het filmpje. Hè? De meeste ongevallen gebeuren met mensen die 80 jaar zijn of ouder. Hoe kan dat? Ja, die mensen zijn natuurlijk een kwetsbare doelgroep. Zijn wat ouder. Vinden het vaak ook spannend om op de weg te zitten. Vinden het spannend om het druk verkeer om zich heen te hebben. Dus ja, ze zijn al wat extra voorzichtiger, angstiger. En als er dan wat gebeurt wat ze niet verwachten, dan heb je vaak kans dat het misgaat, helaas. En heeft het ook te maken met e-bikes, die natuurlijk steeds vaker door die doelgroep gebruikt worden? Ja, klopt. Uit de cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek, die vorige week of deze week bekend zijn geworden, blijkt dat ook een groot deel van de ongevallen gebeuren met die e-bikes. Ja. Ja, en het aandeel dat stijgt eigenlijk alleen maar. Maar dat, ja. Dat, ja. Want Meerte, jij verloor dus je moeder aan een ongeval. Wat is er precies gebeurd? Zij fietste op een rotonde. Ze had voorrang, maar een auto die zag haar over het hoofd. En toen probeerde zij nog de automobilisten te ontwijken. En is heel vervelend terechtgekomen met haar hoofd op de stoeprand. En dat was eigenlijk op een middenberm. En zij heeft dus echt de val opgevangen met haar hoofd en hersenen. En eigenlijk gelijk haar hart stopte ermee. En wel nog, dat is nog op gang gekomen in het ziekenhuis, maar is uiteindelijk toch na 2 dagen overleden. Ja, je benoemt heel specifiek haar hoofd, hè? Ja. Je bent natuurlijk neuroloog, dus dan lijkt me extra lastig dat je moeder dan aan hersenletsel komt te overlijden. Dan zie je pas echt wat voor impact dat heeft. Dat iemand zo uit je leven verdwijnt, hè? Uit het leven gerukt wordt. En benoem je dat ook specifiek omdat ze misschien het had kunnen halen als ze een helm had gedragen? Of? Ja, dat is wel mijn gevoel. Hè. Ze had verder eigenlijk geen ander letsel. En ze heeft dus de klap opgevangen met haar hoofd. En ik denk wel, hè, als ze een helm op had gehad, dan waren haar kansen echt beter geweest. En je weet het natuurlijk nooit, hè, maar ze had echt een betere kans gehad met een helm. Want we weten gewoon dat de fietshelm beschermt tegen hersenletsel. Ja, want sindsdien pleit jij ook voor het dragen van een fietshelm. Ja. Vind je ook dat het verplicht zou moeten worden? Nee, ik ben niet voor verplichting. Ik ben echt voor promotie. Ik denk dat mensen gewoon niet goed beseffen hoe kwetsbaar ze zijn als fietser. Wat voor impact hersenletsel ook heeft. Hè. Mijn moeder is natuurlijk overleden, maar je hebt ook mensen met licht letsel. En die kunnen ook op de langere termijn klachten hebben. De hersenen zijn zo kwetsbaar en kunnen niet zoals bot meer aangroeien. Dus daar staan we eigenlijk onvoldoende bij stil. Ja. Mark, hoe kijk jij daar tegenaan? Vind jij dat dit verplicht zou moeten worden, het dragen van een fietshelm? Nee, ik vind dat niet verplicht moet worden. Maar ik zou het zeker wel adviseren. Zeker op hogere leeftijd om een fietshelm te gaan dragen. Als je kijkt naar de wijze waarop in Gelderland verkeersveiligheid nu aanpakken. Dat is onder andere op het gebied van gedrag. Dus we sturen heel erg van hoe kunnen we het gedrag van mensen veranderen om veiliger deel te nemen aan het verkeer. En hoe proberen jullie dat te doen? Hoe we dat proberen te doen is door bijvoorbeeld voorlichting op scholen. Ook campagnes op de wegen, alcoholcampagnes. Ook campagnes gericht op het gebruik van lachgas in het verkeer. Dus er zijn een aantal acties voor uitgezet. Maar waarom zou je het niet verplichten? Waarom zou je het niet als het zo goed helpt? Nou goed, verplichten
Dat vind ik zelf heel lastig om dingen gelijk verplicht te maken. Maar ja, we moeten ook een autogordel dragen. Ja, ja. Toch? Daar zijn we ook allemaal aan gewend. Dus het is ook een kwestie van misschien omschakelen en op instellen. Ik denk dat het voornamelijk begint bij een stukje gedrag. Van kijken hoe we dat gedrag kunnen veranderen. Waarbij we wijzen op zaken die beschermen in het verkeer. Zoals een helm. Misschien op andere voertuigen dan een e-bikes of fietsen zie je ook dat ze kniebeschermers gebruiken. Dat soort zaken. Dus alles wat daar kan bij helpen, ja, dat moeten mensen zeker doen. Maar om het gelijk verplicht te stellen is voor nu nog denk ik een stap te zetten. En ik denk dat ook wel een mooi voorbeeld is. In Denemarken zijn ze al tientallen jaren bezig met promotie van de fietshelm. Echt door gerichte campagnes op doelgroepen. En daar zie je dat het helmgebruik gewoon helemaal normaal is geworden. Je bent bijna afwijkend als je geen helm op hebt. Dan zouden we dat hier over moeten nemen, die gerichte campagnes. Ja, en dat is eigenlijk ook wat wij proberen te bereiken. We zijn nu echt bezig ook met een campagne. We gaan volgende week de Dag van de Fietshelm organiseren op woensdag 20 april. Echt ook om het gewoon normaler te maken. Mensen denken er niet bij na, maar ook omdat het dus niet normaal is in het verkeer, wordt het niet gedragen. Ja, en het dragen van een skihelm hebben we ook aan moeten wennen. Ja. Ook dat zie je steeds meer gebeuren. Het is nog niet verplicht, mensen nemen het toch over. En de schaatsen ook. Je ziet echt op heel veel plekken dat die helm steeds meer gebruikt wordt. Maar misschien dat het ook beter geaccepteerd wordt als het niet verplicht is. Want als je meteen zegt verplichten, dan zeggen wij als Nederlanders, nou, hebben we niet zo zin in. En als je het meer bewustwording, dat misschien een positievere manier is om mensen eraan te laten wennen. Ja. Want ik zou nu ook zeggen van, nou, voor mij hoeft het niet. Maar goed, als ik dan jouw verhaal hoor, dan denk ik, ja, als we de levens mee kunnen redden, zou het wel waardevol kunnen zijn. En dat kan iedereen overkomen. Dat is ook mijn zinnetje trouwens straks. Ik bedoel, wat ik heb geschreven, dat kan ook iedereen overkomen. Maar dit, ja... Dit zomaar belanden in de gevangenis, dat bedoel je. Ja, dus daar gaan we het straks over hebben, inderdaad. Meerte, wat gaat er... Want je benoemde net even dat die dag van de fietshelm aan gaat komen. Ja. Wat gaat er die dag gebeuren? Nou, we gaan ook op scholen worden er helmen uitgedeeld. Onder andere door de ANWB. Vanuit de ziekenhuizen, waar ook al een aantal artsen bij betrokken zijn, worden er ook activiteiten georganiseerd. En we gaan ook een webinar organiseren. Waarom draag jij geen, en dan de tussen haakjes, helm? En dan heb je het over een helm als deze. Ja. Die kun je dan prima dragen. Het hoeft niet meteen een andere, zo'n enorm gevaarte te zijn wat je dan moet gaan dragen. Ja. En met die webinar willen we ook echt ingaan op wat is hersenletsel, wat zijn de cijfers in Nederland en wat doet precies een helm? Dus ik denk dat het voor heel veel mensen interessant is om naar te kijken. En ik denk vanuit de overheid is er natuurlijk ook gewoon een taak inderdaad om mensen daar bewust van te maken. Ja, en goed natuurlijk dat jullie ook scholen bezoeken. Ja. Mark, jullie zijn ook verantwoordelijk voor het wegennet in onze provincie. Hoe veilig zijn onze wegen eigenlijk? Want als je dit soort dingen ziet, en van de week zijn er 3 ongelukken gebeurd in een paar dagen. Ja. Ook met de fiets, dodelijke slachtoffers. Ja, vanmorgen helaas nog. Dat is verschrikkelijk. Ja, die N-wegen, dat zijn gewoon de gevaarlijkste wegen van Nederland. En dat is echt een probleem. Die wegen die zijn er zo ingericht dat je daar 80 km per uur op mag rijden. Maar die fietspaden die lopen daar pal naast. En als je met een fiets door de stad gaat, gaat het verkeer veel langzamer. Gaat 30 km per uur of 50 km per uur. Maar als je met de fiets richting een provinciale weg gaat, dan rijden die auto's in één keer 80 km per uur. En vaak is die inschatting van hoe snel komt een auto op me af, is wennen voor een fietser. Nu heeft de provinciale PvdA die heeft een top 15 samengesteld, gepresenteerd, ook van de meest gevaarlijke wegen in onze provincie. Wij hebben daar een top 3 uitgekozen. En als het goed is, zien we die nu. Dat is bijvoorbeeld de Deventerweg in Zutphen, de Misterstraat in Winterswijk en in Ermelo Putten de A28. Ja, en die Deventerweg in Zutphen, daar hebben we ook beeld van. Dit is zo'n gevaarlijke weg. Daar wordt nu wat aan gedaan. Maar dat heeft heel lang geduurd, zo'n 10 jaar ongeveer. Ja. Waarom duurt dat zo lang? Waarom wordt dat niet eerder opgepakt? Waarom dat lang duurt is omdat we eerst... ik ben geen verkeersdeskundige, ik ben een politicus, maar ik weet wel hoe zo'n proces gaat. Eerst gaan ze kijken naar de situatie, naar de huidige situatie en naar de gewenste situatie. Nou, en daar is heel veel onderzoek voor nodig, van hoe kunnen we die weg veiliger maken? Nou, daar gaat heel veel onderzoek aan vooraf, dus dat kost tijd. Daarnaast moet ook nog budget worden vrijgemaakt. Het is duidelijk dat er dus een budget, dat het veel tijd kost. Maar waar valt er nu nog winst te behalen? Ik denk dat er winst valt behalen door een betere samenwerking tussen politie en de overheden onderling. Dus gemeente en provincie.
politie, justitie, maar ook gewoon met de buurtbewoners. En die samenwerking is echt heel erg belangrijk. Door goed samen te werken krijg je sneller inzicht van hoe zo'n verkeerssituatie is en hoe die beter opgelost kan worden. Dus daar zit denk ik wel mogelijkheid om snelheid te maken. En wat ik denk ook naast de helm, bijvoorbeeld 30 kilometer binnen een bebouwde kom, hè, waar er niet een afgegrensd fietspad is. Dat zou ook een oplossing zijn. In ieder geval de snelheid terug te dringen. Ja, want snelheid heeft natuurlijk, stel dat er een fietser met een auto in aanraking komt, hè, dat heeft natuurlijk heel veel impact, hè, op hersenen, maar ook op de rest van het lichaam. Dus conclusie, in ieder geval de snelheid, het dragen van een helm. En dan hopen dat we in ieder geval in de toekomst het aantal slachtoffers naar beneden kunnen brengen. Dank jullie wel. Want dat moet. Ja.